We beginnen met een nieuwe serie, zoals je al had gehoord en gezien. En Three Reasons Why. Volgens mij, als die aangaan, dan zien we weer daar ook wat. En drie redenen, Three Reasons Why. En sommige van jullie kennen misschien de serie. Ik niet echt, maar sommigen zeiden, oh, dat is wel een beetje heftig. En maar weet u wel waar het over gaat? Ja, nou, ik heb het gehoord wat het over gaat. En het gaat over mensen die zoeken naar de reden van het leven. En waarom zou ik leven? En die vraag ken ik maar al te goed, zoals jullie weten, als je wat langer komt hier. Toen ik 18 was, was ik heel erg op zoek naar de reden. Waarom leef ik? En als ik geen goede reden heb om te leven, weet ik niet of ik wel wil blijven leven. En ik ben de Heer zo dankbaar. En dat kenmerkt als het ware een beetje wie ik ben en wat ik mag doen voor Hem. Dat je weet waarom je leeft, dat je weet dat God een doel en een plan met je leven heeft. Er is iets urgents. Er zijn nog heel veel mensen in jou en in mijn wereld die nog geen idee hebben of die niet precies weten waarom ze leven. Dat er een God is in de hemel die van ze houdt en die wil dat ze Hem leren kennen. Dat Hij alles heeft gegeven om ze tot zichzelf terug te kunnen brengen. Er is inderdaad een urgentie in de missie die we hebben als kerk. En de missie die we hebben persoonlijk, jij en ik. En daarom dat we de link een beetje hebben durven leggen. En er zijn drie vragen, drie redenen waarom jij en ik bestaan. Waar we naar gaan kijken de komende drie weken. En waarom de kerk bestaat. En je raadt ze al, want ze staan er onderbij geschreven op dat plaatje. Drie redenen waarom jij en ik bestaan en waarom de kerk bestaat. Nummer 1, God heeft jou en mij gemaakt uit liefde. Liefde wil geven. Liefde wil niet op zichzelf blijven. God is liefde, Hij is de bron van liefde, Hij is liefde. Hij wil uitdelen, Hij wil zijn liefde kwijt. En daarom heeft Hij jou gemaakt. En mij gemaakt. Om zijn liefde kwijt te kunnen. Om iets te hebben om zijn liefde aan te geven. Hij heeft de mensen gemaakt, zijn zonen en dochters, zodat hij zijn liefde kon delen met ze. En hij wil dat we hem leren kennen persoonlijk. En vaak waar het woord in het Nieuwe Testament, God kennen, wordt gebruikt, staat eigenlijk in het essentieel, in de grondtekst, intiem kennen. Niet van, heb ik van gehoord. De Bijbel zegt zelfs dat de duivel gelooft dat God bestaat. Dat is niet het kennen van God, het gaat over hem intiem leren kennen, als jouw hemelse vader, Jezus als jouw redder. En de tweede is natuurlijk vrijheid ervaren, daar gaan we volgende week over hebben. En dan een bestemming gaan ontdekken en een verschil gaan maken. Zo fantastisch mooi. Drie redenen waarom we er zijn, waarom God ons heeft gemaakt. En ik ben zo dankbaar, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, dat ik de Heer heb mogen leren kennen en dat Hij mij een doel heeft gegeven voor te leven. In alle bescheidenheid weet ik, my life counts. Mijn leven doet ertoe. Niet om mij, maar om zijn kracht die in mij werkt. Zijn liefde die in mij werkt. En dat geldt ook voor jou. Fantastisch. Je zou wel willen dat iedereen op je werk, in je straat, op je sportvereniging, dat iedereen zou gaan ontdekken wie God is. En dat hij een plan, een goed plan met hun leven heeft. Veel te veel mensen lopen rond een beetje van, ja, weet niet. Misschien maar eens dat of maar eens dat. En God roept het als het ware uit door zijn Zoon Jezus. Ik ben het antwoord op je leven. De reden waarom je bestaat is omdat ik je gemaakt heb met een doel. God wil dat we hem steeds beter leren kennen. Daar gaan we vandaag wat meer naar kijken. En we kijken even in 2 Petrus 1. God kennen en groeien in geloof. We willen zelf groeien in God, groeien in geloof, groeien om God beter te leren kennen. En we willen andere mensen helpen om God beter te leren kennen. Ja toch? Dat is het goede nieuws. God hou je, hoop ik, niet voor jezelf. Dat is een christen die het goede nieuws voor zichzelf houdt. Dat kan nou net niet, want de hele boodschap is, God gaf. Hij hield zoveel van mensen dat hij gaf. Die uitdelen. En als God in jou en in mij woont, dan begint het steeds meer het verlangen te groeien om te geven. Om uit te delen. Er klopt iets niet aan een christen die niet wil uitdelen. Want Gods hele natuur is dat hij het beste heeft gegeven. En nu wil hij dat jij en ik gaan geven, gaan uitdelen, gaan uitreiken naar mensen om ons heen. Faithful growth in the faith. Ik heb hem even uit de New King James gehaald, omdat hij, ja, daar is hij, het is weer mooier, vind ik. Duidelijker, dus het Engels rijtje, maar we zullen het een beetje vertalen. Add to your faith, het geloof. Dit is een stapel, een opstapeling
hoe we groeien in de Heer. Dit is een heel mooi rijtje. Als je zegt, hoe groei ik nou in God? Hoe leer ik hem nou beter kennen? En sommige mensen hebben daar wonderbaarlijke ideeën bij. Nou, dan komt de Heilige Geest en dan voem, en dan leer je God ineens veel beter kennen. Dat is de halve waarheid. Ja, de Heilige Geest komt en hij helpt ons om hem beter te leren kennen. Maar wij hebben ook een rol. God heeft een rol en jij en ik hebben een rol. En als we allebei onze rol doen, God doet het wel hoor, maar als wij meewerken met hem, daar gaat dit rijtje over. Dan zal je zien dat je groeit in God. Dus het begint bij geloof, het fundament waarop we geestelijk groeien. Add to your faith, voeg eraan toe virtue. En virtue is eigenlijk iets als de goede moraal, je gedrag. Ik heb even een leven sterk in karakter en in discipline. Een leven van kwaliteit. Waar je begint te groeien, je karakter, de keuzes, discipline, waar je de goede keuzes maakt en de slechte keuzes niet meer maakt. Net wat iemand zei bij de tieners op het kamp, dat ze beginnen te ontdekken wie God is, een doel, een richting, een koers voor hun leven en hun keuzes daarop gaan baseren. En dan add to your virtue knowledge. Als je begint te groeien in karakter, gaat wijsheid toenemen, inzicht, kennis. Je gaat beginnen te begrijpen wat God denkt en wat hij waardeert. Het is echt mijn passie en mijn verlangen en mijn gebed dat als iemand een tijdje in City Life Church zit hier op zondag en straks nu al in Groningen, dat je kan zeggen, ja, dit helpt mij dat ik groei in mijn relatie met God. Ik zit hier nou een tijdje, ik ben God meer gaan begrijpen, ik ben meer van hem gaan houden en ik heb antwoorden gekregen van hem. Misschien op gebied van opvoeding met je kinderen, op gebied van huwelijk, op gebied van je carrièreplanning, op gebied van je tijdmanagement, hoe ga ik om met mijn agenda, je relaties, van alles. Die hele praktische day-to-day, maar oh zo belangrijke dingen. Ik hoop dat de kerk ervoor is om je te helpen daarbij en dat je zegt, ik groei in die dingen. Ik begin te ontdekken, mijn karakter is aan het groeien en mijn inzicht is aan het groeien. Ik begin te ontdekken wat God belangrijk vindt en wat hij waardeert. To knowledge, self-control. Zelfcontrole is het vermogen om jezelf te leiden voordat je andere mensen gaat leiden. Je hebt het misschien wel eens vaker gehoord. De moeilijkste persoon in je leven om te leiden is niet je echtgenoot. Dat ben je vaak zelf. Wees eens eerlijk hoor, wat kijk je allemaal heilig. Heilige boontjes allemaal. Oh, wat kijkt Groningen ook heilig, zeg. Heel heilig. De moeilijkste persoon soms om te leiden ben jezelf. Jij weet dingen over jezelf die niemand anders weet, is maar goed ook. En dan denk je, oh man, de keuzes, de zelfcontrole, om daarin te groeien. Het vermogen om jezelf te leiden. Self-control, add to self-control, perseverance. Dat is dat je volharding ontwikkelt. Het vermogen om geduldig vast te houden en te blijven doen het goede. Te blijven geloven, te blijven bidden, te blijven doen het goede terwijl je vasthoudt en hoopt op een belofte die God je gegeven heeft, op een gebedsverhoring. Dat je weet wat het is om door te gaan. Als je een team leidt of een connectgroep leidt en je hebt drie meetings gehad, dat je niet denkt, oh man, wat is dit allemaal ingewikkeld allemaal. Zeg, ik stop er weer mee. De Heer zegt tegen mij, sabbatical. Nee, je hebt net drie. Kom nou toch. Een beetje. Ik vond hem wel leuk. Een beetje doorzettingsvermogen. Een beetje doorzettingsvermogen. Daar, ik was donderdag in Rotterdam, de LDN, Leadership Development Night. Je wil, een van de sleutels om te groeien is taking responsibility. Als je verantwoordelijkheid neemt over een bepaald iets, gebied, je connect, je team of wat het ook is. En je zegt, ik ben connectleider en ik ga proberen te doen wat ik kan om een aantal mensen die in mijn connect zitten dus verder te helpen, te zien groeien in hun relatie met God, op hun bestemming te komen, hun next step te laten nemen. Ik neem verantwoordelijkheid zo goed ik kan om te zorgen voor het succes van mijn mensen. En dan pas, zei ik in Rotterdam, ik weet niet of dat geldt voor Groningen natuurlijk, dan pas groeien in volwassenheid als christen. Als je verantwoordelijkheid neemt voor het succes van andere mensen. Connectleider, teamleider of als je andere manieren hebt. Je begrijpt wat ik bedoel. Vind dat een boute uitspraak? Denk er maar over na. God wil dat we gaan anderen vertellen de grote opdracht waar ik jou mee geholpen heb. Dus daar is er iets van volhouden, doorgaan, omdat je weet dat het goed is en omdat je weet dat God het belangrijk vindt.
En daar bouw je dan weer op godliness. To perseverance comes godliness. Dat heb ik opgeschreven als een geest vervuld, geest geleide levensstijl. Die de Heer reflecteert. Waar mensen beginnen te zien iets van God in jou. En zie je dat het opstapelt. Daar waar wijsheid groeit. Daar waar kennis groeit. Daar waar zelfdiscipline groeit. Daar groeit ook dit element van de Heilige Geest. Die kan werken daardoorheen. Daarom is het, zei ik net, het is de Heilige Geest en jij. Jij en de Heilige Geest samen. Die ontwikkeling en ontplooiing brengt. Wij hebben een rol te spelen. En hij doet wat wij niet kunnen. En dan is de volgende wat daarop gebouwd wordt, godliness. Brotherly kindness. Vriendelijkheid naar je broers en zussen. Vriendelijkheid naar je broers en zussen. En gewoon dat je aandacht hebt voor die anderen. Dat je geïnteresseerd bent in die ander. Dat je zegt, je bent belangrijk voor mij. Je vertelde me vorige week iets over een uitdaging. Een ziekte, of een kind wat ziek was, of wat dan ook. En dat je zegt, je bent belangrijk voor me. Vertel, hoe gaat het? Kindness, brotherly kindness. En dan staat er als laatste bij de love. Volgens mij staat in Nederlands daar de liefde jegens allen. De liefde naar iedereen toe. En je zou misschien denken, sommige christenen beginnen daar. We moeten iedereen lief hebben. Ja, dat snap ik, maar er is een groeiproces, ben je met me eens? Al deze stappen leiden ertoe dat ik meer begin te begrijpen van Gods liefde. Dat Gods liefde meer in mij begint te werken. En dat ik inderdaad meer en meer en meer begin te merken dat Gods liefde in mij houdt van andere mensen. Ja, toch? Ik vind het leuk om af en toe terug te kijken naar mezelf toen ik nog niet echt God kende. En er waren gewoon een heleboel type mensen. Een heleboel mensen gewoon die vond ik helemaal niet leuk. Die vond ik helemaal niet leuk. Pas geleden vroeg iemand, ik zei, wat doet u als ontspanning? Ik zei, op het terrasje zitten mensen kijken, dat geeft mij ontspanning, dat vind ik leuk. En toen zei hij, heeft u dan veroordeling als u mensen, ik zei, veroordeling? Nee, geen veroordeling, gewoon kijken. Het is toch leuk hoe mensen erbij lopen. Soms denk je, hoe kan je dat nou toch aantrekken? Maar kijk, dus dat maakt niet uit. Nee, geen veroordeling, echt niet. Nee, kan ik rustig zeggen. Nee, ik vind het alleen maar amusant allemaal wat er voorbij wandelt. Maar vroeger had ik dat wel. Moet je die nou zien? En kijk daar nou. En kijk die grote auto's, niet normaal. Een mannetje van 18 met zijn pet anders tevoren in een BMW 7-serie van een half jaar oud. Dat kan toch niet? Nu geniet ik gewoon van een mooie BMW. Weet ik veel wel niet dat van. Dat zal van de auto van zijn vader zijn, ik niet. Ja. Ik merk dat ik echt veranderd ben. De Heer wil dat je je liefde oefent, als het ware. Het vermogen om lief te hebben moet je oefenen, dan kom je uit de lucht vallen. En dat doe je in de kerk. Dat doe je op je connectgroep. Sommige mensen kunnen hun eigen connectleden niet eens een beetje vriendelijk voor zijn. En dan willen ze wel de hele wereld lief hebben. Gaat je nooit lukken. God geeft je oefenmateriaal. Kijk om je heen, zeg even tegen je buurman naast je. Oh, dus jij bent oefenmateriaal voor mij. Dus ik moet jou lief hebben met een brotherly kindness. Brotherly kindness. Oké, dus dat. Zo groeien we om God beter te leren kennen. En dan staat er vers 8 voor, if these things are yours, als deze dingen in jou zijn, abound in you, dus groeien in je, dan zal je nooit meer onvruchtbaar zijn in de kennis, het leren kennen, zie je, van God, van Jezus Christus. God leren kennen, God beter leren kennen, heeft dus ook een hele praktische kant. En daar heb ik even op ingezoomd in dit rijtje uit 2 Petrus. God wil het beste voor je. En weet je, voor sommige mensen, misschien als je meekijkt op de livestream, leuk dat je kijkt. Misschien dat onze digitale community, zo noemen we dat, klinkt mooi hè? De digitale community hebben we tegenwoordig. En die horen er ook bij. En God houdt ook van je. Dit is een tip voor sommige mensen. Het kleine zachte stemmetje wat je in je hoort. Dat zachte stemmetje. Smoor het zachte stemmetje niet. Wat zegt, er moet toch meer zijn. Dat zachte stemmetje is een heel belangrijk stemmetje. Want dat is het stemmetje van God. Die jou uitdaagt, uitnodigt, dichter bij hem te komen.
Er zijn mensen op jouw werk, op je collega's op je werk. Er zijn mensen op de sportvereniging, in je straat misschien. Die dat stemmetje horen ergens. Er moet meer zijn. Soms, we gaan zo even praktisch een paar tips gewoon geven. Hoe deel je het evangelie eigenlijk met anderen? Maar soms is dit een hele goede opening. Er moet toch, ben je met me eens, met een collega zit te praten. Ben je met me eens dat er meer moet zijn dan alleen wat we zien? En je zal verbaasd zijn hoeveel mensen daar ja op zeggen. Ja, er moet wel meer zijn, ja. Nou, en dat meer, daar heb ik wat over geleerd de laatste jaren. Dat meer is een persoon. Het is niet een kracht of een energie. Het is een persoon. Maar daar komen we zo op. Dus weet je, dat stemmetje. Ik ga even naar puntje 2, dromenkillers. Als je een tijdje met God bezig bent, onderweg bent, dan kan het zijn dat je een beetje ingekakt, een beetje zit van ja, ik had allemaal visie en plannen en allemaal praat, maar er is allemaal niet zoveel van terechtgekomen. En dan is je droom gekild en we gaan kijken wat dat kan zijn. Wat zijn die dromenkillers? Ik heb er wel eens een hele preek over gehad, ik noem ze even alleen maar nu. Onvervulde verwachtingen. Onvervulde verwachtingen. Je hebt al even. De Bijbel zegt, langgerekt hopen maakt het hart ziek. Onvervulde verwachtingen, twijfel. Dus nummer 2, de vijand weet dat twijfel is het tegenovergestelde van geloof. We hebben er vaker over gehad de laatste tijd. Dat God wil dat we groeien in geloof en in vertrouwen in hem. En de vijand wil twijfel zaaien. Heeft God wel gezegd? Hoe zei hij? Wat zei hij dan precies? Was dat dan voor jou? Een voorbeeldje uit mijn eigen leven. Ik was nog steeds, maar heel enthousiast. Een van de teksten die me heel erg aanspreken is Genesis 12 vers 2, waar Abraham de belofte krijgt. Je zal een zegen zijn, ik zal het tot een zegen maken. En je zal een groot volk worden. All the families in the earth, staat er in het Engels, will be blessed. En ik zal je naam groot maken. En dat was een prachtige belofte, vooral dat stukje van een groot volk. En ik dacht, ja, Heer, voor u, voor Jezus, niet voor mij, voor de Heer. Maar ik wil nog dat heel veel mensen Jezus leren kennen. En toen kwam op een gegeven moment, ik maakte me dat eigen, probeerde dat hier, om dat te laten zakken in mijn spirit, als een belofte op mijn leven. En dan komt het op een gegeven moment, ja maar Erald, luister, dan komt de twijfel. Dat is aan Abraham geschreven. Dat zei God tegen Abraham, je bent Abraham toch niet? Oh ja, hoe zit dat eigenlijk? Hoe lees je dan de Bijbel eigenlijk? Allerlei mensen eigenen zich allerlei teksten toe die geschreven zijn aan heel andere, aan Abraham bijvoorbeeld in dit geval. En toen kwam Galaten 3. Ik zat toen nog cassettebandje te luisteren in de auto. Galaten 3, waar staat dat door het kruis de zegen van Abraham op de heidenen is gekomen. Serieus, ik heb het al eens vaker verteld. Ik stopte de auto aan de kant van de weg. Ik dacht, dat wil ik weten. Dat is antwoord op mijn twijfel. Ik heb een bijbeltje gepakt, zo'n klein bijbeltje. Galaten 3 opgezocht. En ja hoor, daar staat het. Ook in het Nederlands gewoon, in elke bijbel staat het. Dat de zegen van Abraham door het kruis ook op de heidenen is gekomen. Dat is die zegen van een groot volk. En ik was zo blij, zo enthousiast. Dus we hebben nog een derde dreamkiller, dat noem ik ook nog eventjes. De onveranderlijke omstandigheden, dat je denkt, God kan hier toch niks doen. God kan wonderen doen. Dat je denkt, ja, hoe moet dat nou? Maar God kan wonderen doen. God kan wonderen doen. Maar wat het antwoord is op jouw dreamkillers, is wat ik net vertelde. Gods belofte. Gods belofte. Alleen dat is het echte, solide antwoord. Daar waar je het gevoel hebt over mijn dromen zijn weg, het duurt allemaal veel te lang, gebeurt helemaal niet wat ik had gehoopt. Daar waar je gaat pakken, Gods belofte, zoals ik Galaten 3 nodig had. Wacht even, deze zegen is dus voor iedereen die het gelooft. Dat staat ook nog bij, door het geloof en door de Heilige Geest. Iedereen die het gelooft, is deze belofte voor. Alle heidenen, door het kruis van Jezus. Dus als je daarmee worstelt, pak een belofte van de Heer. En neem dat tot jezelf. En zeg, Heer, dit is uw woord. Kan het zijn dat Jezus, deze Jezus, is hij echt? En kan het zijn dat hij alles van me weet? En toch van me houdt? Kan het zijn? Is dat zo? Voor sommige mensen waar je het evangelie mee zou willen delen, is dat een vraag. Weet God alles over mij? Ook die mensen in Groningen, weet hij alles over jullie? Poeh. En je denkt, weet God echt alles over mij? Ik zou liever weten van niet. Ja, God weet alles over je. Hij heeft je gemaakt. En toch houdt Jezus van je, zoals je bent.
gewoon. Zoveel mensen willen eerst een beetje oppoetsen. Een beetje, ik kan toch zo niet voor God verschijnen. Ik was toen, bijna 10 jaar heb ik op kantoor gewerkt van KPN. En ik had die gesprekken ook. En dan zei iemand, ja joh, maar ik kan zo niet voor God verschijnen. Erend, jij weet niet half, daar gaat God niet blij voor worden joh. Laat maar, dat wordt helemaal niks. Maar ik ben niet zo'n heilig boontje, weet je wel zo. En dan zei ik, je hoeft niet jezelf eerst op te poetsen voordat je voor God mag verschijnen. Ons huis staat in de verkoop, dat heb je gehoord misschien. En mensen, kinderen, wat is Mathilde aan het poetsen, zeg. Poetsen, ik mag nergens meer aankomen, ik mag de keuken niet in, want de vloer is net gedweild. Ik mag niet je vingers op de ruit, net gepoetst. Oh, sorry. Niks, ik mag niks meer aanraken. Een heleboel opruimen, weggooien. Ze gooit alles weg van mij, alles wordt weggegooid. Ik verzamel de bierglazen. Nou, ik moest uitkiezen welke echt moesten blijven. En, maar hoe lang duurt het als je nou ontzettend je huis poetst? Hoe lang duurt het dan voordat hij weer 2 maanden? Nou, de vrouwen gaan lachen, 2 maanden, als dat zou kunnen. Wat dacht je van 2 dagen? 2 weken? Hoe hard je ook poetst aan je spirit, in je eigen kracht? Dat wordt niks. Dat is allemaal. De Heer zegt dit tegen je. Als je meekijkt op livestream, geef het hele spul nou maar aan mij. En dan ga ik van binnen je veranderen. Ik wil niet dat je loopt op te poetsen aan de buitenkant. Jezus is nou juist zo liefdevol dat hij je buitenkant overslaat. Ik wil van binnenuit. Vanuit mijn liefde, als je aangesloten raakt op de bron van mijn liefde. Van mijn wijsheid, van mijn vrede, van mijn vreugde. En het plan wat ik heb voor je leven. Dan ga je van binnenuit verandering zien. Dat is zo mooi. Al het andere, dat oppoetsidee, is religie. Ik moet toch eerst een beetje zus doen en zo doen. En dan kan ik... Dat is religie. Religie zal je dat vertellen. Maar Jezus komt niet met religie, hij komt met relatie. Hij komt met relatie. Hij zegt, geef je leven, vertrouw jezelf maar aan mij toe. En dan de Heilige Geest. En dan zal je nog wel eens verbaasd zijn van jezelf. Hoe je ten positieve begint te veranderen. Dingen die je vroeger deed, heb je nu geen zin meer in. Dat is niet meer van binnenuit. Andere dingen waar je vroeger niet over na zou denken. Vind je nu interessant en mooi en neem je tijd voor. Omdat God in je werkt. Dat is het goede nieuws. Dat onze collega's en vrienden moeten dit horen als je het zo wil zeggen. Het gaat om die relatie van binnenuit. Want veel mensen denken, ja, zijn bang voor veroordeling. Ja, de kerk met de wijzende vinger. Ik heb geen zin, letterlijk wel eens tegen mijn gezin. Wat dat betreft ben ik wel blij dat ik bijna 10 jaar gewoon bedrijfservaring heb. Ik ken die gesprekken maar altijd goed in de kantine of gewoon aan je bureau. En dan, ik heb geen zin in een wijzende vinger. Ik ga niet naar de kerk. En ik denk, oh wat is dat triest. En dan ga ik bidden, ik wil je helpen om te laten zien. Jezus zelf zei, ik ben niet gekomen om te veroordelen. Er is geen wijzende vinger. Misschien is er een geschiedenis. En waar we niet altijd blij van worden. Maar ik hoop dat je dan kan zeggen, ik mag je echt vertellen, ik zit in een kerk waar geen wijzende vinger wordt gebracht. Maar hoop en visie en geloof en vreugde en toerusting, zodat jij God beter leert kennen. Als je mensen wil proberen te bereiken, dan is het altijd nummer 3. Anderen vertellen. Als je mensen wil bereiken, en ik hoop dat je dat wil. Ik hoop dat je het verlangen hebt dat God zo goed voor jou is. Dat je dat wilt delen met anderen. Ik hoop dat je bidt voor je collega's en voor vrienden die God nog niet kennen. Ik hoop dat je bewust bent van God wil jou gebruiken om anderen te helpen. Om ook zijn liefde te gaan ontdekken, te gaan ervaren. En we hebben wijsheid nodig hoe je dat kan doen. Op een leuke manier, op een inspirerende, op een uitnodigende manier. Laat de toon waarop je spreekt over geloof, over jouw geloof, over je kerk, over God, altijd uitnodigend zijn. Dat mensen denken, wacht eens, een heel goed voorbeeld is John Maxwell, die kennen jullie wel. Hij schrijft heel veel leiderschapsboeken en hij geeft heel veel leiderschapsseminars en trainingen. Wereldwijd, ook gewoon in het bedrijfsleven. En dan geeft hij een aantal punten die helpen om bijvoorbeeld productief te zijn in je leven of zoiets. En dan zegt hij, ik heb 6 punten, maar vandaag doe ik er 5. Het 6e punt is eigenlijk meer privé. Heb je dat wel eens gehoord? Ik vond dat zo gaaf bedacht van hem. Dus hij noemt de 5 punten. Allemaal hele goede punten. En management en business principes. En time management en al die dingen.
En dan zegt hij, het zesde punt is meer privé. Dat zou je waarschijnlijk niet zo interesseren. Ik denk dat de meeste mensen daar niet in geïnteresseerd zijn. Dus de hele zaal zit op het puntje van de stoel. Wat is je zesde punt dan? En dan zegt hij, dat is eigenlijk meer mijn geloofsleven. Ja, ik dacht al dat je dat niet zo interessant vond. Je zit hier om managementstudie te krijgen. Maar mochten er mensen zijn, in de pauze heb ik straks bij de koffie, dan wil ik daar best iets over delen. En heel vaak krijgt hij tientallen of honderden die zeggen, we willen ook dat je je zesde punt met ons vertelt, vanaf het podium. En dan kan hij zeggen, oké, op speciaal verzoek deel ik een paar minuten over mijn geloof. Met al die managers en al die... Eigenlijk moet je een beetje, je moet ze op je werk nieuwsgierig maken. Laten zien, jij hebt een geweldige zondag gehad, weekend. Het was weer heerlijk, gaaf. We hebben een mooie vent gehad, die tovenaar, de zandkunstenaar. We hebben de White Dissels gehad, noem maar op, iets wat je aangesproken hebt. Als mensen gaan zien aan jou dat jij graag naar de kerk gaat, dat is al een wonder. De meeste mensen gaan helemaal niet, en zeker niet graag. En als jij iets kan, maak ze maar een beetje nieuwsgierig. Prikkel ze maar een beetje met, ik ga graag naar de kerk, heerlijk. Ik word toegerust, mijn vrienden zijn daar, ik leer God beter kennen. En probeer in te haken daar waar mensen zijn. Begin met credit bouwen. Niet beginnen met preken. Je moet sowieso niet preken op je werk. Credit bouwen. Ga die koffie halen. Een collega heeft een ziek kind. Koop een cadeautje. Oh, ik heb dat kind nog nooit gezien. Dat is voor je kleintje thuis. Laat het licht schijnen. Wees een reflectie van Gods liefde. Zodat de harten zacht worden. Dat mensen nieuwsgierig worden. Vertel, er komt een dag. Dat beloof ik je. Er komt een dag dat je de kans krijgt. Toen ik bij KPN, ik probeerde af en toe, weet je wat, niet opdringerig. Maar ik bad altijd, Heer, laat ze vragen stellen. Dat mensen gaan, dat is het makkelijkste praten, als ze een vraag stellen. Over het geloof of over de kerk. En een aantal mensen had ik iets kunnen delen. En toen bij mijn afscheid, toen zei er eentje, hij was een discjockey hier in onder andere, het heette toen de Tempel nog, weet je nog, de discotheek toen nog. De discjockey van de Tempel was mijn collega. En toen zei hij zo, hij had altijd zijn mondje, maar hij is een aardige jongen, hij had altijd zijn mondje. Zo, Erop, afscheid, dan moet je ook wat over dat geloof vertellen van je. En ik vertelde mijn getuigenis en nog een. En 2 minuten, echt waar, was de hele groep 25, 30, 50, nou misschien wel 45 collega's, muisstil daarna. Want ik zei, ik ben klaar. We gaan de taart aansnijden. Het was zo stil dat ze iedereen, je zag gewoon de Heilige Geest van, jongens, dit hebben we nog nooit gehoord. We wisten wel dat jij met geloof en zo. Maar dit, er komt een moment, als je de Heer vertrouwt, als je God, als je blijft bidden. Heer, ik wil bewogenheid hebben. Ik heb zoiets moois te delen. En er komt een moment wanneer het past en wijs is en dat mensen gaan vragen. Staat letterlijk in de Bijbel. Wees altijd bereid om af te leggen, rekenschap af te vertellen als mensen je vragen. Je eigen getuigenis, een paar tips tot slot. Je eigen getuigenis is altijd krachtig. Op het goede moment. Daar kunnen ze niet omheen. De Bijbel zegt dit, de Bijbel zegt dat. Jij gelooft niet dat het schepping 6 dagen, geloof je toch zelf ook niet. Die kant moet je niet op. Geen discussies, nooit discussies. Je eigen leven. Ik was eerst zo. Ik had vroeger ook niks met de kerk. Want je moet ook eerst in hun. Ik snap dat je niks met de kerk hebt. Ik snap dat je denkt, wat zoekt hij daar toch elke zondag? Dat snap ik heel goed. Dat had ik vroeger ook. Oh ja, ja. Maar ik heb iets ontdekt. Het is een ontdekking. Mijn ogen zijn opengegaan voor iets waarvan ik het vroeger ook niet wist dat het bestond. Oh. Zo'n gesprek is mooi. Dan gaat de goede kant op. God heeft jou gemaakt, heeft een plan met je leven. Wist je dat? Wist je dat God wil dat jij hem beter leert kennen? Wist je dat God persoonlijk is? Geen veroordeling, geen rijtjes. En nogmaals, hoe zeg je dat? Ja, smoor dat zachte stemmetje niet. Dat er meer is. Heb je nooit gedacht bij jezelf, er is meer? Er moet meer zijn tussen hemel en aarde. En dat stemmetje, dat is een belangrijk stemmetje. Want dat is iets van God die je aan het uitnodigen is. Oké, de laatste punt. Kort maar krachtig. Sommige mensen zullen zeggen, ja, Erik, dat is allemaal wel erg basis vandaag, hè? Kunnen we niet een beetje dieper? Kunnen we niet een beetje diep? Het is wel erg basis allemaal. Het is 40 graden buiten. Kom op, kunnen we? Nou, bijna.
ben ik daarvoor. Hier is je diep. Diep komt eraan, luister. Punt 4, Hebreeën 5 vers 11. Als je al een tijd christen bent, 10 jaar, 20 jaar. Hierover hebben we nog veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen omdat je traag bent geworden in het horen. Want hoewel je naar de tijd gerekend leraars hoorden te zijn, hebben we het nodig dat je weer de eerste beginselen uit gaat leggen. Mijn antwoord op jouw vraag over diep is niet een uitgebreide Bijbelstudie. Daar hebben we Klaas-Jan voor. Blij mee. Gaat hij weer doen in het najaar. Helemaal blij mee. Ik hou ook van diep. Maar die andere vraag van diep. Op zondag. Nu hier. Dit. Dit is. Toen ik deze voor het eerst hoorde, dacht ik. Oh, dan ben ik in de eerste dienst vergeten. Als je denkt. Hij heeft het steeds over mensen bereiken. En over, weet je wel zo. Ja, ik wil een beetje diep. Totdat jij een vriend meeneemt. Die God nog niet kent. Dan praat je wel anders. Dan denk ik, nou snap ik waarom dit allemaal zo belangrijk is. Ik heb een collega bij me. Ik heb een vriend bij me die op zoek is naar God. Meer wil weten, gewoon nieuwsgierig. Ha, nou begrijp. En dan zit je naast hem te bidden. Heer, open zijn ogen, open zijn hart. Dat hij mag zien uw goedheid, uw glorie, uw liefde. Maar hier komt diep. Ik had diep beloofd. En dit staat hier in Hebreeën. In de tijd gerekend had je leraar moeten zijn. Er zijn christenen. Niet hier, niet in Groningen, maar op andere kerken. Waar de Heer van zegt, je bent nou al zo lang christen. Je kent mij nou al zo lang. Ga uitdelen. Word een leraar. En dat bedoelen we niet een leraar op een podium. Deel. Help mensen. Mentor mensen. Coach mensen. Dat zijn de moderne woorden, maar dat is hetzelfde. Vertel anderen. Start een connect groep. Start een team. Investeer je tijd in andere mensen. Ik ben super trots op de teams die we net zagen. Vanmorgen kinderwerkersteam voor kinderkamp. En vanmiddag team van de Young & Free. Die zoveel investeren van zichzelf. Een stuk van hun vakantie geven. Super trots op ze. Dat. De Heer zegt tegen sommigen. Je bent al zo lang. Ga uitdelen. Ga anderen helpen. Start een connectgroep. En als je er één hebt, ga bidden dat er twee worden. En als je er twee hebt, ga bidden dat je er vijf wordt. En word een upsell leider. Waarom niet? Help mensen. Dat is deel van je bestemming. Help mensen. Hier zegt de Hebreeën schrijver. Je had eigenlijk al leraar moeten zijn naar de tijd genomen. En dat is jouw diep voor vandaag. Voor degene waar dit voor geldt. Ik hoop zo dat we niet alleen in de kerk, dat jij God beter leert kennen. Maar dat je anderen helpt om God beter te leren kennen. Ik hoop zo dat we niet alleen in de kerk God beter leren kennen. Maar dat we andere mensen helpen sowieso God te leren kennen. Zo'n prachtige missie. Zo'n belangrijke en zelfs ook urgente missie die God ons gegeven heeft. Amen. Daarom houden we ervan om kerken te planten. Heel veel vrucht gaan dragen. Heel veel mensen gaan bereiken. Ik kan Groningen niet bereiken. Veel te ver weg. Zo ver weg tot Groningen. Mens, wat is dat ver weg. Maar ik ben blij dat we daar mensen hebben zitten die het wel kunnen. Zullen we gaan bidden? Vader, dank u wel, Heer. Voor uw goedheid, uw zegen, Heer. We zijn u dankbaar. Dat u tot ons spreekt. Dat wij u steeds beter mogen leren kennen. En dat we anderen mogen helpen. Om u te leren kennen. En om u steeds beter te leren kennen. Ik bid voor iedereen hier, Heer, dat we u allemaal steeds meer persoonlijk mogen leren kennen zoals u werkelijk bent. In Jezus' naam. Amen.